De commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld heeft vanmorgen een persconferentie belegd. De onderwerpen die aan de orde kwamen zijn opzet en inhoud van de nationale conferentie Dialoog en het pad van verzoening, de verhouding tussen het comité en het bisdom en het gesprek dat het comité heeft gehad met de Nederlandse ambassade. Volgens de voorzitter van het comité, Humphrey Jeru, zal op 8 december het pad der verzoening worden gelopen. Het programma zal langs alle vormen van politiek geweld gaan die hebben plaatsgevonden. Na de verzoeningsloop zal de nationale conferentie gehouden worden. Op de conferentie zal het beleid voor de toekomst worden geformuleerd, zegt Jeru. En er zullen videofragmenten en interviews van slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog te zien zijn. Er zal ook een expositie zijn van foto's van activiteiten van het comité en natuurlijk ook slachtoffers de afgelopen perioden, zeg maar perioden van politiek geweld. Of tegen het einde van de vergadering, van de conferentie, sorry, zal de voorzitter van het parlement, mevrouw Jennifer Simons, ingaan op hoe de behandeling van de wet erkenning slachtoffers politiek geweld zal plaatsvinden in het parlement, commissie van rapporteurs, begrijpt u dat allemaal. Ons is toegezegd dat deze maand al eigenlijk naar december en januari toe de wet door het parlement zal worden behandeld. Tenminste, dus initiatieven zullen komen om aandacht te geven aan de wet. We hopen in ieder geval als comité en als commissie dat deze wet zo snel mogelijk wordt aangenomen. Jeru is blij met de internationale aandacht die het comité krijgt. Het comité is erachter gekomen dat Nederland inderdaad betrokken was bij de financiering van de Binnenlandse Oorlog middels steun aan het Jungle Commando, zegt hij. En wij hebben dus gevraagd dat Nederland erkent dat ze inderdaad betrokken was bij de Binnenlandse Oorlog, tenminste de financiering daarvan. En we hebben dus gevraagd dat ze dat erkennen, de verantwoordelijkheid nemen en dat ze meewerken aan herstel van die schade. Het antwoord was dat zij natuurlijk nu mondeling hebben geantwoord, omdat wij dus de vraag ook mondeling hebben gesteld. En dat ze bereid zijn, als wij daarop schrift stellen, ook daar schriftelijk antwoord op te geven. De sfeer was zakelijk en prettig. We zijn tevreden. En dat wij in elk geval dialoog met Nederland zijn begonnen. Humphrey Jeru, voorzitter van het comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld. Hij sprak vanmorgen op een persconferentie.